En ik kom opeens een bekende DJ tegen. Hey meneer. Hey, ik heb een nieuwe match. Emma uit Oslo. Eerste reactie. We liepen naar binnen en het was gelijk. Hey, heren van Healthy Bastard, heren van Healthy Bastard. I'm not good at it. Okay. So I'm talking English, that's better for me. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik werd vandaag wakker. Ik maak mijn gordijn open. Ik kijk naar buiten. En dit is gewoon, ik snap het gewoon niet. Ik snap dit oprecht niet. Er ligt een soort van sneeuw. Het heeft vannacht half gesneeuwd, jongens. En het is ook echt, ja, het is opeens echt fucking koud. Ik heb helemaal geen zin meer in, jongens. Gisteren zat ik lekker in het zonnetje nog tegen jullie te zeggen. Oh, lekker mijn koffietje in het zonnetje. En dan heb ik helemaal geen zin meer en behoefte aan een soort van kou en sneeuw. Ik zou het juist lekker vinden als het nu gewoon een beetje weer richting de lente gaat. En dat het gewoon weer wat warmer wordt. En dat je dan weer lekker in het zonnetje buiten kan zitten. In plaats van een soort van halve sneeuwgedoe. En kou. Ik zat er trouwens laatst nog zelfs over na te denken om mijn zomerbanden er weer onder te gaan zetten. Mijn zwarte velgen weer. Maar toen dacht ik, ja, misschien dat het nog inderdaad koud kan gaan worden. En dat is inderdaad zo. Want... ja, het is gewoon gesneeuwd. Maar het is ook echt gek, want ik zag ook op de story vanochtend van Stefan dat het dus aan het sneeuwen was. Maar is het dan vanochtend gebeurd of vannacht? Kijk dan, kijk dat dak ook daar. What the fuck? In het weer heb ik geen zin, maar waar ik wel zin in heb is een lekker koffietje. Dus dat ga ik lekker voor mezelf maken, jongens. Potje aan Dori. Wat zou ik toch moeten zonder koffie in de ochtend, jongens? Het aftellen is begonnen, jongens. Want donderdagavond om 12 uur komt Wat is er gebeurd online. Dus eigenlijk nog maar... ja, vanaf nu nog maar 2 dagen, zeg maar. Want voor mij, kijk, voor heel veel mensen die blijven niet tot 12 uur op om het te luisteren. En dan komt het, zeg maar, vrijdag echt pas online. Maar gewoon al over 2 dagen, jongens. Potjandori. Dan komt die uit. Ik ben zo erg benieuwd naar jullie reacties, naar of jullie het lekker gaan oppakken. Op TikTok gaan jullie er helemaal lijp op. Ik heb nu echt al iets van over 1000 video's met de sound van Wat is er gebeurd. Dus daar wil ik jullie nogmaals voor bedanken. Het is echt bizar hoeveel support er is op die sound en hoe lekker jullie gaan op het nummer. Maar ik ben zo benieuwd en de videoclip, jongens. Ik heb zoveel zin om dat met jullie te delen, want hij is zo gaaf geworden. Ik ben daar zo blij mee. Maar goed, jullie moeten nog heel eventjes wachten, jongens. Het is tijd om naar Haarlem te gaan, om lekker te gaan gymmen. Oké, jongens. Gisteren zei ik het ook al, dat ik mijn auto moest gaan wassen. Maar vandaag moet ik het eventjes niet vergeten. Hij is gewoon echt smerig. Ja, kijk, misschien zo zie je het nog niet. Maar als je hier op de achterkant gaat kijken, jongens. Kijk, nu zie je wel echt duidelijk dat hij smerig is. Dus ik moet hem eventjes gaan wassen en ik moet het deze keer niet vergeten. Slaat op. Maar eerst, lekker sporten, jongens. Potjanoor, ik heb er weer zin in. 2 dagen achter elkaar sporten. Zo... daar zijn we weer, jongens, in Haarlem. Ik sta even een eindje verderop, aangezien het echt super druk was in de straat. Ja, iedereen wil natuurlijk sporten bij Healthy Bastards. Dat snap ik wel, ik snap het ergens wel. Gelukkig is de sneeuw trouwens al een beetje weggegaan. Het is, toen ik naar buiten kwam, ik had het lekker geëdit. Toen ben ik naar buiten gekomen en gelukkig ligt er geen sneeuw of ijs meer. Ik had daar echt totaal geen zin in. Snap ik wel, ik ga eens weten. Wat zie je dan? Ja, ben jij? No. Bizar, hè? Wat een beweging. Wat een beweging. Daar staat hij, hè? In zijn natuurlijke habitat. Je gaat vanavond voor het eerst naar een première eten. Je ziet dat. Wat gaat door je heen? Je bent naar de kapper geweest. Wat vind je ervan? Heb je je groene pak al gestreken? Of een pak strijk je helemaal niet? Ik heb geen pak. Hè? Huh? Ik heb geen pak. Nee, we hoeven ook geen pak. Kijk dan, ik heb toch dit. Ga gewoon zo dan. Mag dat? Vanavond is de première van Creed 3. Dat is zo'n film over een bokser. Fucking vette films. Ik ga meestal niet zo vaak naar premières. Maar deze dacht ik, hier wil ik heel graag naartoe. Niek gaat mee, Merel, de zus van Niek gaat mee. En Hidde gaat gezellig mee. We gaan ervoor eerst uit eten en daarna naar de première. En dit wordt Hidde's eerste première, dus dat is leuk. Maar eerst nog even sport, jongens. En ik moet zo mijn auto gaan wassen. Hij zit nog in mijn hoofd. Zo, jongens, dat was hem weer. De training. Ik heb lekker getraind weer vandaag. En ik loop naar buiten. En ik kijk om me heen. En ik zie gewoon een blauwe lucht. Een beetje zon af en toe ertussendoor. Veel beter dan vanochtend, jongens. Vanochtend werd ik echt wakker en dacht ik, god, die dol, die stomme ijs en zo. Maar dit is top. Ik heb zin in een broodje kipfilet, jongens. Dus ik ga even langs de zaak met mijn pa. Kijken of ik een broodje kan scoren. Zo, mijn auto is vies, jongens. Ik ga gelijk naar de wasstraat. Oh, kijk eens even. Lekker, hoor. Ja, jongens, kom maar. Kom maar, maak hem maar schoon. Maak hem maar schoon. Dit is top. Dit is top. Dit is volgens mij echt heel erg lang geleden. Ik denk serieus. Nou, wat is het?
twee, drie maanden? Nee, nou misschien wel. Nou, ik weet het niet, maar het is lang geleden. Dus dit was echt hard nodig. Zo jongens, hij staat hier nu weer in de garage. En hij is wel echt, weer echt lekker aan het shinen, jongens. Een schone auto is zo chill altijd. Ja, goed dat ik het heb gedaan. Kijk eens even jongens, mijn favoriete lunch. Lekker bruin broodje met avocado en ei. Helemaal top. Oh ja, en kipfilet. Kipfilet, belangrijk, niet vergeten. Och jongens, ik heb een lekkere lunch voor mezelf gemaakt. Moet je nou eens even kijken. Goh, lekker bruin broodje met kipfilet, avocado en ei. Hey! Kom je nou boerend binnen? Ja? Hey, ik ben naar de kapper geweest. Ja, zie je het nu pas? Ik zie het nu pas. Leuk, leuk! Nou, ik ga snel eten. Zo jongens, ik stap weer gelijk eventjes mijn schone autootje in. Want Ruben, die moet naar de PC Hoofdstraat. Omdat Ruben, die voor mensen die het kennen, Eigots, dat is een meubelbedrijf. En Ruben, die draait daarvoor. Als in, zeg maar, DJ ook op de beurs in het buitenland en zo. En zij hebben dus nu een nieuwe winkel op de PC Hoofdstraat. Of in de PC Hoofdstraat. En Ruud moet daar even langs om boksen te gaan testen. Zij zei, ga je mee? Ik zeg, gezellig! Dus ik naar buiten lopen, kon ik niet met hem meerijden. Oh, kon ik niet met hem meerijden omdat heel zijn auto vol zat. Dus ik moet met mijn eigen auto gaan. Maar ik dacht, is toch gezellig, hè? Even gezellig Amsterdam in. Leuk, joh. Kijk, dat zal hem hebben. Hier, in de Perla-bus. Kijk dan, hij heeft de bus mee van mijn pa. Van het bedrijf. Perla kantoorinrichting. Advies, ontwerp en realisatie. Wat een mooie bus, hè. Potjandori, hè. Het is echt lekker, jongens. Het weer is weer helemaal opgeknapt. Het zonnetje schijnt. Blauwe lucht. Ja, dan word ik weer vrolijk, jongens. Daar zijn we dan. In het o zo zonnige Amsterdam. Echt, als de zon schijnt, kan ik dat in een vlog volgens mij wel echt 10 keer benoemen op een dag. Maar goed, ik waardeer gewoon heel erg de zon. Ja? Wat? Oh, foto van het kenteken. Jongens, ik loop hier dus nu bij in de buurt van een PC. En ik kom opeens een bekende DJ tegen. Hey, meneer. Hey, yo. What do you do for a living? Kantoorinrichting. Kantoorinrichting? Ja. Wow, nice man. Nice car. Dus we lopen hier nu bij het Rijksmuseum. Maar wat wel een luggetje. Ja, weet je wat wel een vet iets is? Met GTST heb ik ooit een scène gehad, samen met Ludo, zeg maar. Dat was een opa in de serie. En toen mochten we s'nachts, terwijl er niemand was, in het Rijksmuseum lopen. Ja, wat ding. Zeg maar, normaal gesproken staat iedereen zeg maar, bij de nachtwacht en zo, weet je, daar allemaal in de rij te wachten en allemaal moeilijk te kijken. En wij stonden. Wel een fotootje maken. En er was helemaal niemand. Gewoon niemand, behalve de crew van GTSD, zeg maar. Ja, dat was echt dik. Oh, het is hier al. Zo, dat is een mooi pand. Ja. Jezus. Ik vind het wel een mooie DJ-setup of zo. Ja? Ik vind het wel een mooie locatie zo, DJ-setup zo. Ja, deze kant op. Ja, wel vet. Goed publiek ook zo. Dik hoor. Dank je. Deze winkel is dus nog niet open en Ruben gaat draaien op de opening. Dus dat is heel vet, maar het is een hele gave winkel, maar ik ga het verder niet filmen, want ik weet niet of het mag. Doei! 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 Ruben die gaat nog eventjes door naar de R, want daar moet hij nog iets ophalen of zo. Ik ga lekker naar huis, want Hille die is over een half uurtje bij mij. Want we gaan vanavond gezellig met z'n allen naar de première. Ik heb er echt zin in, jongens. Die film, wat ik al zei, ik ga nooit zo vaak naar première, omdat ik heel vaak die films allemaal niet leuk vind. Maar bij deze dacht ik, hier moet ik gewoon heen, jongens. Deze film is zo lijp. Voor de mensen die Creed kennen, die film over die boxer, die weet inderdaad dat Creed 3 sowieso vet gaat worden. Dus het is echt wel de moeite waard om eventjes te gaan kijken met z'n allen gezellig. En we gaan daarvoor even uit eten. Dus wordt leuk, jongens. Wordt weer gezellig. Moet dat nou? Hallo. Kom verder. Mag ik wat kopen? Ben jij aan de deur verkoper? Nee, kom wat kopen. Oh, wat dan? Weet ik niet. Dat kan allemaal, jongen. Ja, wat wil je hebben, jongen? Wat wil je hebben? Hallo. Ik ging net bellen. Jij nam niet op, hè? Ik moest weer de buurvrouw naar binnen. Hoezo? Jij hebt helemaal ja gebeld, hoor. Oh. Loe je nou? Jij wil mij gewoon niet in je huis hebben. Echt wel, ik vind het heel gezellig dat je er bent. Vijf gekookt? Nee, gisteren. Echt? Ja? Flikker op, ik heb gisteren kip, groente en rijst gemaakt. Zie je nou wat te doen? Gewoon eens kijken wat je allemaal. Oké. Nou, is goed. Mooi hè? Nice, weet je wat ik vanmiddag heb gegeten? Bruin brood met ei, avocado en kipfilet. Zijn het anabolen? Ja, dat is Rubens heroïne. Nee, dat is voor zijn hart. Nou, Niek is ook onderweg hier naartoe en dan gaan we straks lekker uit eten. En daarna naar de première, jongens. Potjandori. Vind je het normaal? Ja.
Hi. Hi. Nou, kom verder. Heb jij net de schoentjes aan? Ja, ik dacht het past goed bij de broek. Toch? Ja. Of niet? Ja hoor. Toch? Hier, kijk. Wat is... Het thema Hi. Is urban chic, hè? Ja. Dit is toch... Niet urban, nee. Jij hebt toch ook geen urban? Urban? Ik vind Jordans meer urban dan... Nou, mijn outfit wordt weer niet goed gekeurd. Dan ga ik wel iets anders bedenken zo. Ik zou even genieten joh, hier zo in het zonnetje. Oh, ik sta... Hey, ik heb een nieuwe match. Alweer? Emma, uit Oslo. Uit Oslo? 21. Oh, dat is niet verkeerd. Ja, maar wat heb ik aan iemand uit Oslo? Nou, op vakantie gaan. Dat is Rachel. Rachel die woont in Chicago. Ja, ik like ze wel, ze zijn heel knap, maar... Eigenlijk heb ik er niks aan. Is het ook nog een volleybal of zo? Het is tijd om te gaan en wij gaan richting Ichi. En dat is een hele lekkere sushi tent. Dus let's go. We zijn bij de Belmer Arena. La 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 la, wij gaan sushi eten. La 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 la. Hallo. Ik moet wel zeggen dat ik echt zin heb in sushi. Ja, ja luister, ik ga voor jou uitzoeken wat je mag eten hè, met die hamsterbanden van je. Daarom mag ik mee toch? Ja, jij gaat bepalen wat Vincent gaat eten, want die mag er niet te veel eten. Kijk, wij mogen gewoon alles nemen. Wie, dan ga jij naar het toilet en dan is wie liet er nou scheet? Dat is sowieso Niek. Dat mag jullie raden. Nee, dat was sowieso Niek. Wie hem eerst eruit? Daar zijn we jongens. Easy. Mail die is er ook gezellig bij. Ga lekker eten. Oh, lekker, lekker. Twee van geest. Nee? Ah, zo. Dit. Ik maar één. Is dit oké? Okay? Is dit... Jij mag alleen deze. En deze. Vijf stukjes. Jongen, komt weer aan gewoon, hè? Helemaal niet. Helemaal niet. Waar gaat het inderdaad over? Goeie vraag, Merel. Laten we het even vanaf dat we een check vertellen. De jongens in 6 weken tijd is ze gewoon best wel shreddy geworden. Nog meer. Hij was gewoon best wel wit aan het worden. Ging gewoon allemaal heel goed. Noem je Vincent dik? Ja, noem jij mij dik? Is dat nog een vraag? Stom wat in je mond. Ja, stom wat in je mond. Daar gaan we. Naar de première. De première. Wat is er geen rode loper? Zeg je dat nou? Ik hoop het niet. Nee. Oh mijn god. Oh mijn god. We gaan naar een première en dan is er niet eens een rode loper. Hit. Dit is je eerste première, jongen. Waar is mijn rode loper? Ja, waar is de première? Ja. Jullie hebben mijn rode loper. Ja. Dit vind ik kut. Nee, dit vind ik echt niet leuk. Kunnen we naar de hoeren? Nou, regel het maar. Hey, beter trek je gewoon je broek uit op de foto dan. Ja, is goed. Dat is dik. Ik vind dat wel hard. Waar sta jij nou op? Dit is een rode loper. Dit is een... Zeg maar, kijk hoe lang die ook is. Helemaal voor mij. Alleen voor jou. Alleen voor jou. Mama. Ik zou jij wel bij je. Als je dit ziet, het is gelukt. Daar zitten we jongens. Niet 3. Hey Hit, we zijn wel over de rode loper geweest. Maar niet op de foto. Ik heb niet mijn moment gehad. Je hebt niet je moment gehad. We kunnen nog in de rij gaan staan. Nee, we straks dan wel. Maar straks is je er niet meer. Straks zijn de fotografen. Je hebt me net wel beloofd. Wil je erin gaan staan? Nee. Ja, maar dat is ook gewoon zo awkward, weet je wel. Er zijn allemaal gewoon mensen. Ja, maar het duurt ook echt lang, jongens. Er stond hier ook een rij, echt. Ik denk, nou, drie kwartier, half uur moet je dan in de rij gaan staan om op de foto te gaan. 2 uur, hè? 2 uur. Voor die foto heb je de film gemist. Wat doe je dan nog? Ja, wat doe je dan nog? We willen graag deze film zien. Ja. Ik ben wel echt benieuwd, man. Oké, jongens, eerste reactie. Fijn. Eerste reactie? 8. Eerste reactie? I'm not good at it. Oké. Sorry, English is better for me. Nee, hij was wel echt fucking dik. Hij was echt dik. Leuk verhaal. Ik moest daar gelijk aan denken. Ja, ik heb een keer geïnterviewd na een film en dat was een sexy mannenfilm of zo. En ja? Oh, dat heb je verteld een keer. Ik werd geïnterviewd op mijn hoofd en ik zei... Ja, en Niek neemt het van mij over van, nou, ze vond het volgens mij een hele leuke. Ja. Oh, dat heb ik je verteld? Ja. Dus dat ik dus gewoon echt heel vervelend van vanavond. Nou. Al die mensen met mij op de foto. Ja, ik vind het ook wel een beetje bizar. Zeg maar, het is echt niet meer leuk, man. Ja, zeg maar, even om te vertellen, zeg maar. We liepen naar binnen en het was gelijk, hey, heren van Helvie Bastard, heren van Helvie Bastard. Weet je wel? Melvin Manhoef. Iedereen. Al die gasten, iedereen kwam gewoon naar me toe, weet je. Er waren ook veel bekende boxers en die wilden allemaal met jou op de foto. Zeiden van, yo, Helvie Bas, what the fuck doen jullie hier? Weet je, normaal zo kan ik er best wel goed mee omgaan, maar vanavond ja. Moet ik het filmen. Ja, ik snap het man, maar goed, het is wel even leuk om even die fans te zien toch zo. Ja. Ook leuk voor hun dat ze mij een keer kunnen zien, toch? Ja daarom. Jouw vlog, daarom. Gewoon een keer in het echt, ja. Ik snap jongens, ik bedoel... Hey, we hebben een beetje een klein
probleempje, aangezien een vriend van ons, Bram van Stiphout, die organiseert dinsdag een heel leuk feest. En die heeft even een steentje opgegooid met, hey, komen jullie vanavond ook? Wat moet ik zeggen? Ja, want je weet dat als ik ga... Ja, dan ga je al de way. Dan ben ik wel weer aan het drinken. En dat, ja. dat is natuurlijk niet mijn... Ik wil gezond doen, ik ben ook goed bezig, maar dan ga ik weer drinken. Ja, weet je wat het wel is? Wat moet ik doen? Het is deze week vakantie, toch? Ja, het is vakantie. Ja, ik vind dat wel een soort van... I got a golden ticket. Ja, oké, het is vakantie. Misschien is vakantie? Ik ga er... Je hebt volgens mij altijd vakantie. Ik heb altijd vakantie. Nee, ik ga er even over nadenken. Maar Niek die is nog ergens hier binnen aan het socializen. Dus we wachten even op hem. Ik heb het gevoel dat ik iets ruik. Ja, er hangt hier een hele sterke lucht. Niet van mij, maar een soort van schoonmaakmiddel. Heel... Ja. Jij ruikt toch nog steeds niet door corona? Nee. Echt lijp hoor, het is echt lijp. Maar goed, we zijn weer thuis. Wij gaan eventjes, dat gaan we toch. Gewoon, wij gaan even chillen. En dan gaan we toch even overleggen wat vanavond... Ga niet uit, ik ken jou langer dan vandaag. Je laat me niet steken. Nee, maar als ik met jou uitga, dan ben je alleen maar op pad en dan ben je op meidenjacht. Dan geef me geen ongelijk. Als ik ga zuipen wel, ja. Ja, en wij gaan met z'n tweeën dan uit. Dus dan ga jij op vrouwenjacht. En dan ben ik je kwijt. Of we gaan gewoon samen en dan het eerste uurtje gaan we gewoon chillen en dan ga jij gewoon met de auto en dan ga jij na het uurtje gewoon naar huis. En dan ben ik toch lam en dan weet ik toch niet eens waar ik ben. Conclusie. We gaan uit. Let's go. Heb je jas? Waarom heb je jas aangedaan trouwens? We gaan naar bed. We gaan toch weg? Gaan we niet meer. Gaan we niet meer. Ga je nu echt zo doen? Nee, wij gaan lekker slapen, jongens. Het is mooi geweest. Het is, we gaan lekker met elkaar in bed. Ja, wij gaan lekker slapen. Nee, Niek gaat lekker naar huis. Ik ga ook lekker mijn bed in. Ja, dan was dit alweer de dag voor vandaag, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur weer bij een nieuwe. Later!